Nee, we willen niet gaan slapen. Dan gaan we maar. Want we hebben geen bed. Nee, dan ga jij dingen doen wat jij wil, wat niet mijn is. Oké, je gaat even een beetje zoeken naar schapen. Ja. Doe dat. Oké. Dat hebben we echt niet voor sheep. Ga je naar schapen zoeken? We hebben de coördinaten trouwens opgeslagen. Oké. Wacht even, voor het geval dat we de weg kwijtraken. We hebben daarvoor de toren, hè? Ja, dit is genoeg. We hebben okay, daarvoor de... Want we kunnen zo de video terugkijken. Die fout waren we eerder gegaan. De shit die kostbaar is. Oh, waren we hier. Dit probleem heb ik ook altijd in het echte leven als regen. Wat? Keihard lek. Ja, het dak die lekt gewoon, moet je een emmer onder zetten en zo, en die loopt dan over en dan moet je daar weer een emmer over zetten. Heb je dat niet? Als het regen? Nooit! En dan ook echt nooit. Nee, oh, ik heb dat wel. Ja, gewoon keihard lek. Ik heb de deur dicht. Dat is wel zo handig. Easy. De lag spike. En dan zwart je. Pas op, Mount Everest komt eraan. Dat de muziek gaat dus. Dat het fout gaat zijn. Kijk. Wow, hé, hey, nee, nee. Oké. Okay. Zullen we wachten tot de regen voorbij is? Ja, beter. Zo, we zijn intussen echt gaan spelen. Nou, hij loopt niet vast. Dus we kunnen weer gaan spelen. Leuk, hè? Ja. Oké. Okay. Nou, laten we ons spullen even gaan terugzoeken. Ik doe bijna dat. Spullen, hè? Eerst spullen. Alexander, spullen. Ja. Dat is de helft van ons bezit. Dat is een paar plantjes niet waard. Nog een. Dat is wel cool. Daar moeten we ook weer kijken. Verschillende effecten, toch? Pak eerst even onze spullen, dan. Ja. Kijk, ons lijk is een zak. Ja. Vis. Pak ons lijk even op. Vis, we hebben voedselstand. Ja, helaas. Ja. Oké, dit is geweldig. Pak alles. Ja. Ja. Ik ben ook maar een half bedrijf. Skeleton. Ja, pak je spullen. Ik ben ook bezig. Ja, we weten hoe dit de vorige keer afliep in het water. Je hebt een zwaard, hè? Dat is ook wel handig. Kijk. Net als ik bijna dood. Kijk, en nu terug naar huis gaan. Dat zou wel slim zijn. Hebben we alle spullen? Ja. Nee. Zometeen niet meer. Wat is dat? De fakkels, dirt, zaden, wiet en eikenhout. Oké, die zaden zijn wel handig. Ja. En het wiet helemaal. Ja. Mag ik nu gaan spelen? Want rustig. Jij hebt nou de laatste nacht gespeeld. Ja, dat is waar. Ik ga ook weer kijken van meerdere first person of third of wel. Wat is dat? Oké. Ik zal... Ik ben er ook wel bij. Nee, ik ga kijken of die... Laten we even... Oh ja, ik weet alweer waarom de pompoenen niet willen groeien. Nou, tel me. Ze hebben ruimte nodig. Oké. Hoeveel? Een hele blok. Een blok, maar dat heeft toch elk ding wel? Nee. Dan moet een blok tussen zitten. Dus je moet er 4 blokken hebben? Nee. 2. Precies. Mag ik dat dan even doen? Kijk, ongeveer. Ja, nou, we gaan zigzaggen. Je weet wel, zigzaggen zomer. Ja. Maar we weten wat we kunnen doen, dus maar aan deze kant. Nee. Het is maar aan één kant alle planten. Aan één kant, maar er zit toch geen blok meer tussen. Nee, staan. Ze groeien van links naar rechts. Een hele blok. Ah, oh ja, ik snap het weer. Oké, ja. Maar die zal niet weg. Die zal ik niet weg doen, want die is bijna compleet. Ja. Maar ze groeien van links naar rechts. Wat? Waar komt deze dan terecht? Maakt het überhaupt uit aan welke kantjes ze doen? Nee. Waarom maak je dan zo'n probleem van dat ik ze zicht zag? Simpelweg, omdat je dan uiteindelijk niet meer weet wat dat is.
ga nog maar eerst even iets een klein beetje doen aan onze levens. Ik vind het onzin. Ik heb autisme en hij is aan één kant. Hij was bijna volgroeid, bijna hadden we meloenen. Ja. Oké, okay, laten we de tarwe gaan uitrijden. Ja, ja. Een tarwe wortel. Oké, hebben we nog aarde? Ja. Ja, oké. Okay. Dat ik veel achter moest laten. Ja. Nou, aarde is niet zo zeldzaam, dat heb je letterlijk overal. Dus. Nee hoor, niet onder de grond, steeds namelijk. Nee, niet onder de grond. Oh, ik vind het wel vaak genoeg. Dit moet wel genoeg zijn. En dan breiden we het uit. Zodat we eeuwig eten hebben, meer dan we nodig hebben. Ja, en wat kunnen we daarbij? Dan kunnen we het doorverkopen. We hoeven niet alles meer voor onszelf of aan onze leenheer uit te geven. Ja, ja, en je weet hoe hier rond de hele tijd zegt wat we moeten doen. Die de hele tijd die instructies geeft. Geen je weet niet bij of in de auto. Ik ben net een gisteren. Wat? En dat zeg je nu pas? Kijk even in de basement. Oh, dan gaan we naar de tweede verdieping onder de grond. Ja, ik hou ervan als mensen een tweede verdieping hebben onder de grond. We waren het brood. Ja. Daar, we waren het. We waren het weggerotten stiekem. Ik hou ervan als mensen een tweede verdieping onder de grond hebben. Vooral als ze die op slot zetten. Zombie apocalypse bedoel je zo'n beetje? Nee, eerder als de stemmen uit. Dat is een moment tegenwoordig. Een tweede kelder ondergronds waar stemmen uitkomen. Welke ondergrond heb jij nu weer gezien? Oh nee, ik was laatst bij een vrienden. Oh. Ja. Oké. Start in het tweede kelder dat niemand ontgaat met de vrienden. Nee, ze zijn hartstikke betrouwbaar. Behalve dat ik niet in de kelder mag kijken. Wow, kijk, we zijn gewoon ons boerenleven aan het uitbreiden. Dat is toch helemaal geweldig. Wow. Kijk. En dan hebben we zometeen brood en pompoen. We hebben pompoen op brood gegeten. Nee, ik ook niet. Maar zo meteen hebben we het wel. Ja, en het lust niet. Dan eet jij het toch niet? Nou, we zijn er op hout heen. Ja. Wat hebben we überhaupt aan? Wat hebben we er überhaupt aan? Ja, het is wel mooi. Ja, en het hout om onze boerderij heen. Heel eenvoudig. De zorg, dan kunnen we tenminste overheen lopen zonder dat alle klappen lopen. Dat is hetzelfde vraag. Wat heb je aan zuurstof? Nou, dat je in leven blijft, Alexander. Zou je denken? Ja. Nee, ik begin nu toch al te twijfelen. Goed zo. Oké. Goed zo. Doen. Zullen we ons pad uitbreiden? Of zullen we dat graan niet doen? Stel je grappig, ze worden ook echt erger met de dag. Slechter. Moet je voorstellen, als je er anderhalf jaar niet geweest bent. Ja, tenminste, we hebben eventjes gekeken voor de grap van hoe lang hebben we het eigenlijk niet echt gespeeld. Het zijn schrikbarende cijfers. Ja. Nou, kijk eens. En dit is waar we onze video eindigen. Want ons leven is helemaal compleet nu. Bijna. Nou, Wauw. Zielig eindstand. Zielig. Ja. Ja, sluit jij het een keer af. Want ik ben door mijn creatieve eindes heen. Doe jij het maar. Tallen, broeder.